Minister Riyad Nur Mohammed van Openbare Werken is in overleg met de stakende vakbonden die al maanden actie voeren vanwege ontevredenheid over de gang van zaken op het ministerie. De bewindsman geeft aan wat de huidige situatie is met betrekking tot deze kwestie. Er zijn natuurlijk meer problemen dan alleen de bonden. Dus wij doen ons werk van OW. En van de arbeiders vragen ook medewerking om mee te werken. Ik heb al vaker oproep gedaan, ik ga dat niet 100 keer doen, dat het jaar van 2022 is een jaar van opbouwen en werken. Want ik heb ook veel problemen. Als ik wil, kan ik ook klagen en in actie gaan. Ik heb die oproep gedaan. Dat we hard moeten werken in 2022. Je hebt net de problemen aangekaart, et cetera. En als we hard werken in 2022, gaan we de vruchten plukken in de komende jaren. De bewindsman zei eerder dat hij niet zal afzien van het no work, no pay principe voor werknemers die vanaf januari in beraad zijn. Michael Salons, voorzitter van de werknemersorganisatie Openbare Werken, WOW, voerde afgelopen week met de voorzitter van de bond bij Openbaar Groen, Hugo Blanker, zwaar protest voor het directoraat aan de Kernkampweg. De WOW heeft ook op andere momenten haar misnoegen geuit en de oorlog verklaard aan de minister.